vooral de eerste anderhalve week hadden we echt zoveel vrijwilligers en was er zoveel te doen dat we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gewoon heel hard aan het werk waren. En nu, nu is alles opgeruimd, de loods is helemaal leeg en overgedragen aan de SRO. En begint er een beetje overzicht te komen. Het feit dat er zoveel mensen kwamen helpen, we moeten natuurlijk wel hartverwarmend geweest zijn. Ja, dat is geweldig. En anders was het ook absoluut niet gelukt om zoveel nog te kunnen redden en ook alle andere gebruikers van die loods weer een plekje te geven. Dan hadden we denk ik gewoon een hele grote container laten komen en was er heel veel weggegaan. Ik heb wel het idee dat we doorzetters zijn en dat we het gewoon ergens weer op gaan bouwen. Dus, en met zo'n ploeg mensen kun je bijna alles aan. Er zijn twee installaties gewoon wel echt verloren. Ja. Dus die zouden helemaal opnieuw moeten bouwen. Ik denk dat zeker de helft op dit moment wel weer min of meer functioneert. En een deel, daar hebben we wel werk aan, maar dat is te doen, dat is te overzien. Het labyrint waar dat allemaal in stond, dat hebben we helemaal afgebroken en ja. Dat is afgevoerd. Ja. En ja. Dus, daar moet helemaal over. Niets van over, helemaal niets. En dat was op zich ook nog wel treurig, want toen de brand geblust was, leek het erop dat daar nog wel wat van te redden was. Ja. Dat was op zich nog intact. Ja, het was, lokaal was er wel wat, maar het grootste deel was eigenlijk redelijk ongeschonden, alleen doordat het dak lek is en er ook nog water en roet naar beneden blijft komen, ja, gaat dat ook heel hard achteruit. Ja. Dus in die week dat we de boel daar hebben leeggeruimd en verhuisd, zie je dat ook voor je ogen gebeuren. Zie je het helemaal uit elkaar vallen. Ja. Ja. Het is eigenlijk een labyrint waar je je weg moet vinden. En je vindt ook je weg door allerlei gebieden van de wetenschap. En in ieder kamertje dat je tegenkomt, of dat je ontdekt eigenlijk, op sommige plekken moet je echt ontdekken, daar staat een interactieve installatie of iets waar je mee kunt spelen. En terwijl je ermee speelt, verdiep je je steeds verder in dat stukje wetenschap. Ik wil naar binnen. Dat kan. Zodra het duidelijk was dat een groot deel van de collectie er nog is of weer gaat komen, was ook duidelijk dat er gewoon een tentoonstelling bestaat in principe. En we werken hier al 10 jaar aan met de bedoeling om daar een permanent museum van te bouwen. Nou ja, op zo'n termijn maakt het niet uit of je er 11 jaar aan werkt. Dus als je daar zo nuchter over nadenkt, ja, tuurlijk gaan we verder. En dat willen we ook heel graag, want er werken we al heel lang aan. En dat kan ook, want er is een collectie. Knopjes Museum, wat is dat eigenlijk? Ja, het is, je moet je voorstellen, een soort Nemo voor volwassenen. Of een mix tussen een wetenschapsmuseum en een escape room. En als die pincode eenmaal hebben, dan kunnen ze daar, als het licht op groen staat, kunnen ze naar binnen. Kom verder, dan is hier de ingang. Het licht staat op groen. Okay. Hier kun je de supergeheime pincode die je zojuist hebt gekraakt gebruiken. De gemeente bestaat uit heel veel verschillende stukken. En bijvoorbeeld zo'n afdeling cultuur, die vindt het geweldig wat we hier doen. De afdeling milieu werken we ook heel veel mee samen. Ja, en dan heb je nog zo'n afdeling vastgoed. Die hebben andere doelstellingen. Ik kan u verstaan, ja. Angst is voor nietjes. Onthoud dat. Als het gaat over het aankopen van dit terrein, wat we al heel lang willen, is er altijd wel ook een soort twijfel geweest. Dat hebben we ook wel hardop uitgesproken gehoord. Over de vraag, als het hier nou een keer tegen zit met die ontwikkeling, of we het dan wel redden. Een projectontwikkelaar heeft wat diepere zakken, dus die trekt het er wel doorheen. Maar zo'n clubje enthousiastelingen gaan die het ook redden. Ja. Nou, als je dan ziet wat er bij tegenslag nu allemaal uit de stad komt, zegt hup, doorgaan. Ja. Dan denk ik dat die vraag van tafel kan. Hier ook, wat je kunt doen is, het apparaat maakt woorden voor dingen die nog niet bestaan. We zitten hier in de war, in de oudste fabriek van Amersfoort. Voormalige Lucifer-fabriek. En waar sinds 1 jaar of 8 een soort vrijruimte gegroeid is voor allerhande experimenten. En dat zijn experimenten op het gebied van kunst, op het gebied van wetenschap, innovatie, duurzaamheid, erfgoed, van alles en nog wat.
En het zijn allemaal dingen die je in de maatschappij belangrijk vindt, maar waar je niet vooraf kunt zeggen, nou, dit is het verdienmodel en zo kan dat uit. Prachtig, al die mooie... Ja. Ja? Kijk eens even. De nostalgie. Heel veel mensen denken, hey, kunstenaarsinitiatief, spannende activiteiten, maar A, dat zal afhankelijk zijn van subsidie. Nou, is niet het geval. Hebben jullie subsidie? Nee. Nee. Nooit gevraagd, nooit gekregen? Nee. Heel af en toe incidenteel om iets mogelijk te maken wat anders niet zou gebeuren, maar we hebben geen structurele subsidie. Dus er gaat niet structureel geld van de gemeente hier naartoe. Een van die activiteiten dus we hebben, nou ja, 4, 5 jaar geleden nog een keer wat gehad voor een project. En nu voor die eindspurt van het Knopjesmuseum hebben we van de cultuurafdeling ook wat subsidie gekregen. Maar voor de rest, alle initiatieven zijn zelfdragend. Oh, kijk eens aan. Ja, precies. Het is van alles door elkaar, uitvinders, mensen die met onderzoek bezig zijn en wat zelfstandige ondernemertjes. En het is bijna allemaal not for profit en dat betekent dat het niet op winst gericht is, maar wel financieel gezond is. Dus dat mensen er wel gewoon hun boterham mee verdienen, maar geen hele commerciële. Ja, dat is ook wel belangrijk, want heel vaak is het, mensen denken van het is of commercieel of het is vrijwillig. En wat we hier eigenlijk laten zien en ook mensen toe uitnodigen, is om te kijken, hé, maar die zit er tussenin. Ja. Iets wat dus inderdaad not for profit is, niet commercieel is, maar wel degelijk een eigen economie heeft waar die dingen zichzelf uit kunnen bedruipen. Ja. En dat is, denken wij, veel duurzamer dan iets wat wel een maatschappelijk doel dient, maar tot in lengte van dagen afhankelijk zal zijn van overheidsfinanciering. Ik hou wel van korte woorden, want al dat geneuzel... Hij heeft nu het woord geef gemaakt. Kijk, een geef. Iemand die ons vertegenwoordigt bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes. Dat is een geef. Denk daar maar eens over na.